In de geschiedschrijving wordt de snelle capitulatie vaak verhaald op de inferieure bewapening. Zo stelde de voormalige commandant van het veldleger Baron van Voorst het voorst in 1948: over deze wanverhoudingen in bewapeningsopzicht behoeft niet veel te worden gezegd. Deze is bekend. Einde citaat. In een andere video zal dit beeld genuanceerd worden. Deze videoserie richt zich op een thema wat niet vaak beschreven wordt, namelijk de zwakke strategie van opperbevelhebber Winkelman die de snelle nederlaag mogelijk heeft gemaakt. Zo ontstond de situatie dat al op 12 mei om 17:00 de eerste verkenningseenheden van de Duitse 9e Panzerdivisie de Moerdijkbruggen bereikten. Hiermee was het lot van Nederland bezegeld. In deze video zal worden uiteengezet hoe Nederland zich op de oorlog heeft voorbereid en hoe de strategie van Winkelman uiteindelijk is ontstaan. Om Winkelmans strategie in de juiste context te plaatsen, moeten we terug naar 1934. In dat jaar ontstond een vakante plaats voor de functie van chef van de generale staf, wat de hoogste militaire functie in vredestijd was. De strijd ging tussen Winkelman en Reinders, waarbij Winkelman aan het kortste eind trok. Deze verliet hetzelfde jaar de militaire dienst na eervol ontvlacht te hebben aangevraagd. Generaal Reinders kreeg in 1935 opdracht van de minister van Defensie om voorstellen te doen ter verbetering van de defensie. Reinders stelde een schriftelijk advies op waarin hij ook zijn toekomstverwachtingen kenbaar maakte. Zo liet hij zich uit over de niet geringe mogelijkheid dat Duitsland bij een volgende oorlog Nederland zou aanvallen. Een maatregel die uit het schriftelijk advies voortvloeide was het voorkomen van een mogelijke strategische overval. Dit was een aanval zonder grote voorgaande concentratie en spanningsopbouw voordat de tegenstander zijn mobilisatie had kunnen voltooien. Om dit te voorkomen werden kazematten aangelegd bij belangrijke rivierovergangen bij de IJssel, het Maas-Waalkanaal en de Maas. Hoe paste deze maatregelen binnen de Grand Strategy van generaal Reinders? Gezien Nederland zelf niet kon hopen een oorlog tegen een agressor als Duitsland zelfstandig te kunnen overwinnen, was een bondgenootschappelijke strijd met de Franse grootmacht noodzakelijk, aldus Reinders. Echter waren besprekingen tussen Nederland en de verwachte bondgenoten niet mogelijk door de gevoerde neutraliteit, alhoewel dit op zeer kleine schaal wel degelijk gebeurde. Om de Franse troepen in tijden van oorlog een mogelijkheid te geven om naar Nederland op te rukken, was een vooruitgeschoven verdediging in Brabant noodzakelijk. Generaal Reinders vond deze vooruitgeschoven verdediging in de vorm van de Peel-raamstelling. Tevens wilde de generaal zowel de Grebbelinie als een nieuwe Hollandse Wating inrichten voor een verdediging. Het gehele plan van de generaal zag er als volgt uit: een waarschuwend echelon aan de grens, een vertragend echelon in de algemene lijn IJssel-Maas-Julianenkanaal, een eerste verdedigend echelon in de algemene lijn Grebbelinie-Peel-raamstelling en als laatste een hardnekkige verdediging van de vesting Holland. De militair hardnekkig wil hierbij zeggen verdediging tot het uiterste. Het waarschuwend echelon aan de grens was een groep van meestal 11 man die tot taak hadden een vijandelijke grensoverschrijding te melden. Om dit mogelijk te maken was een wegversperring aanwezig, waardoor de vijand tijdelijk opgehouden kon worden, waardoor er genoeg tijd zou ontstaan om de vijandelijke activiteit te melden. Zodra dit was gedaan, moest men indien mogelijk terugtrekken. Opmerkelijk is dat deze grenstroepen voor het overgrote deel door beroepsmajors werden geleid, terwijl hier op de vitale fronten een gebrek aan was. Hoe dan ook, de eerste linie waar het vertragend echelon was gevestigd, was de plaats waar voor het eerst serieuze tegenstand zou worden geboden. Dit om de achterliggende linies tijd te geven om de versperringen te sluiten, de bevolking te evacueren, de mijnen scherp te zetten, inundaties te stellen, etc. De linies hadden op strategische plaatsen een klein aantal kazematten van verschillende modellen. Verder waren bij elke rivierbrug twee kazematten van hoogwaardig beton aanwezig. Desondanks dat dit moderne kazematten waren, was de linie zwak uitgevoerd doordat het geen diepte bezat. Dit omdat de kazematten allemaal geïsoleerd lagen en niet gedekt werden door een achterwaarts gelegen stelling. Hierdoor ontstond de situatie dat als op één punt de vijand wist door te breken, de hele stelling was doorbroken. Het werd er niet makkelijker op om met het besluit om modernere stukken geschut te vervangen door oudere modellen. Dit om de begrijpbare reden dat de modernere stukken voor de hardnekkige verdediging noodzakelijk waren. Wel waren wegversperringen en brugvernielingen voorbereid, waardoor indien deze werden uitgevoerd, een vijandelijke opmars altijd vertraagd werd. Generaal Reinders schatte de weerstandsduur van een halve tot een hele dag. Na het volbrengen van de waarschuwende en de vertragende taak zou de eerste krachtige weerstand worden geboden bij de Grebbelinie en de Peel-raamstelling.
Nagenoeg alle genoemde stellingen bestonden bij het begin van de mobilisatie niet of nauwelijks. De verdedigers hebben de loopgraven en geschutsopstellingen zelf moeten maken. Hierdoor bleef niet veel tijd over om de geoefendheid op te voeren. Wat niet mee zat, was de winter van 1939-40. Het was namelijk de koudste winter sinds 1845, wat er weer voor zorgde dat de stellingbouw grotendeels stil kwam te liggen. Hoe de verdediging in het zuiden georganiseerd moest worden, was een fel omstreden kwestie binnen de generale staf. Generaal Reinders was ervan overtuigd dat Brabant verdedigen noodzakelijk was voor de bondgenootschappelijke strijd. Immers, Noord-Brabant vormde samen met het Belgische Brabant de verbinding tussen de vesting Holland en de Belgische hoofdverdedigingslijn alsmede een landconnectie tot eventueel oprukkende Franse troepen. Onder Reinders, zijn leiding, werd vanaf 1934 de zogenaamde Concentratie Blauw verder uitgewerkt, die in 1936 de goedkeuring van de minister van Defensie Colijn verkreeg. Maar intern was er nog volle discussie. Deze discussie draaide erom waar de verdedigingslinie zou moeten worden geplaatst, met hoeveel troepen en tot welke prijs deze verdediging moest worden gevoerd. In overeenstemming met de Concentratie Blauw werd de Peel-Ruimstelling gekozen als weerstandslijn. Door het moerassige of te inunderen voorterrein was de linie van nature zeer sterk. Tussen het riviertje, de Raam en de Rips waren de oude peelmoerassen door ontginning nagenoeg verdwenen. Om dit gat op te vullen werd in 1937 overwogen om hier een tankgracht te graven, maar door de grote kosten kon dit niet gerealiseerd worden. Toen bleek dat zo'n kanaal ook als afwateringskanaal dienst kon doen, werd een nieuw leven in het project geblazen. In juli 1939 werd tenslotte toestemming verleend en ondanks de strenge winter werd er ijverig gewerkt waardoor het kanaal tijdig gereed was. De linie werd nog verder versterkt door kazematten en prikkeldraadverspillingen die hier en daar aangevuld waren met mijnenvelden. Verder beschikte men op de meeste plaatsen over ruime schootsvelden. De Peel-Ruimstelling had ook één groot nadeel. De stelling hield bij de Belgische grens op. Gehoopt werd dat de Belgen hun defensiesysteem op deze stelling zouden aansluiten. Dit gebeurde echter niet. De Belgen hadden hun verdedigingslinies achter het Albertkanaal ingericht, waardoor een gat van 30 tot 40 kilometer ontstond. De Duitsers hadden hierdoor de mogelijkheid om door dit gat te trekken en zo in de rug van de Peel-Ruimstelling te komen. De commandant Veldleger stelde daarom voor om een kortere linie genaamd de Oranjestelling in te richten. Deze stelling was meer naar achteren gelegen en kon op Belgisch grondgebied via daar aanwezige kanalen verdedigd worden. Bovendien kwamen in 1939 berichten binnen dat de Fransen bereid waren om tot deze stelling op te rukken en deze samen met de Nederlanders te verdedigen. Hierbij werd ook bekendgemaakt dat de Fransen niet bereid waren om naar de Peel-Ruimstelling op te rukken. Reinders liet in 1939 onderzoeken doen om te kijken of de Oranjestelling gerealiseerd kon worden, maar doordat hier geen budget voor was, werd deze optie afgewezen en werd de Peel-Ruimstelling als enige optie gezien. Bovendien speelde ook een politieke reden mee. Een stelling bij Breda of Tilburg zou grote delen van Noord-Brabant naast de grensverdediging onverdedigd laten. Hierdoor zouden de Duitsers vrijwel ongehinderd België kunnen binnentrekken, wat bij de vredesonderhandelingen na een eventuele Duitse nederlaag tegen Nederland gebruikt zou kunnen worden. De bezetting van de Peel-Ruimstelling zou als volgt gaan. Het meest bedreigde achternoordelijk deel werd toegewezen aan het 3e legerkorps. Dat vak had een frontbreedte van 23 kilometer. Dat was slechts weinige kilometers langer dan de legerkorpsvakken in de Grebbelinie, terwijl in de Peel-Ruimstelling een krachtigere verdediging mogelijk was door de vrije schootsvelden. Daarop aansluitend lag tot aan de Belgische grens de Peel-divisie. Een fraaie naam voor iets wat in de realiteit geen divisie was, maar wel adequaat was bewapend voor haar verdedigende taak, achter de natuurlijke hindernissen. De lichte divisie, een goed gemotoriseerde divisie, zou het gat tussen de Peel-Ruimstelling en het Albertkanaal voor haar rekening nemen. Hiermee ontstond een linie die in theorie met gemak een paar dagen zou kunnen standhouden, waar de Franse troepen de tijd hadden om op te drukken naar Nederland. Mochten deze linies uiteindelijk vallen, dan zou men terugtrekken op de nieuwe Hollandse waterlinie. Op dat moment zouden de inundaties daar compleet moeten zijn en bleven voor een vijand maar weinig plaatsen over waar deze kon doorbreken. Op deze zogenaamde accessen kon dan de Nederlandse verdediging worden geconcentreerd. Er waren ook nadelen. Omwille van de tijdspannen van deze video zullen deze in de volgende aflevering besproken worden. Hierbij zal ook de overgang naar Winkelmans strategie duidelijk worden gemaakt.